Dank voor de leuke vraag en ook een interessante vraag. Maar voordat ik deze beantwoord, wil ik eerst uitleggen wat we onder fiscalist verstaan. Als je in het woordenboek kijkt in de Dikke Van Dalen, zul je de term niet tegenkomen. Dus we moeten dat doen aan de hand van het spraakgebruik. Bij de beantwoording van deze vraag wil ik onder fiscalist verstaan iedereen die werkzaam is in de fiscaliteit. Dat kan variëren van de aangiftemedewerker tot de belastingadviseur, maar zelfs een rechter die fiscale rechtspraak beoefent. Dan nu terug naar de vraag. Wat betekent Prinsjesdag voor de fiscalist? Prinsjesdag betekent naast een hele mooie ceremonie, zoals de Gouden Koets en de Hoedjesparade, ook huiswerk voor de fiscalist. Want naast de Rijksbegroting en de miljoenennota worden ook de belastingplannen voor het aankomende jaar gepresenteerd. De impact van deze belastingplannen verschilt per jaar, maar het betekent sowieso dat je moet bijleren. Dus Prinsjesdag betekent voor de fiscalist naast een mooie ceremonie ook huiswerk. Thank you.